Zeppelin. Goedemorgen, juffrouw Fenna. Dag, burgemeester. Hallo. Oh, wat bent u lekkere boterhammetjes aan het maken? Ja, ik had zoveel zin om op pad te gaan vandaag. En ik dacht, ik neem gewoon een stapel boterhammen mee. Want dan hoef ik niet meer terug naar huis om te lunchen. Boterhammen mee in lunchdoosje. Zo. Wat bent u aan het doen? Ik organiseer het schoolreisje dit jaar. Oh. En er zijn allerlei dingen waar ik rekening mee moet houden. Boterhammetjes was ik nog even vergeten zo. Oh, wat leuk. Waar gaan jullie naartoe? Nou, dat weet ik nog niet. Dat is een probleem. Kijk, ik kan heel moeilijk kiezen. Met niks niet. Bij de Chinees, nasi, bami, witte rijst, totale paniek. En nou moet ik kiezen, gaan we naar het klimpark of gaan we naar de speeltuin? Kom er niet uit. Hmm. Nou ja, het klimpark is natuurlijk wel super vet. Weet je, ik klimmen heel hoog. Maar de speeltuin, daar kun je klimmen, maar ook op de wipbap en de schommel en in de zandbak. Ja. Dus daar heb je veel meer dingen tegelijk. Ik zou voor de speeltuin gaan. Het is alles in één. Ja. Je hebt gewoon helemaal gelijk. Ja, de speeltuin wordt het. Hoppakee, weg met dat klimrekkenpark. Zo. En heeft u al een bus geregeld? Een bus? Kijk maar goed uit. Nou ja, al die schoolkinderen die moeten toch van school naar het klimpark of de speeltuin? Nee. Want beide zijn totaal niet om de hoek. Nee, maar ik moet zelf ook mee. En ik ben wagenziek. Ik kan hier in een bus twee drempels en... Het is verschrikkelijk. Nee hoor. Ja, maar dan kunt u dus niet naar de speeltuin. Hoezo niet? Veel te ver weg. Dan kun je niet naar lopen of zo. Maar ja, wat nou gedaan? Want we willen toch op schoolreisje? Ja. Jullie kunnen naar de kinderboerderij. Daar kun je klimmen, daar kun je spelen, maar je kan ook bijvoorbeeld biggetjes aaien of geitjes. Ach, biggetjes. Melk geven. Zo schattig. Daar heb ik nog veel meer te doen eigenlijk. Daar heb je alles in één. Oh, mevrouw Fenna, als ik u toch niet had van die goede ideeën, het is om de hoek. Het is om de hoek. Ja. En als iedereen nou gewoon een stapel boterhammen mee heeft, dan hoeven jullie ook niet ondertussen te stoppen om te lunchen. Nee, en ik word nooit misselijk. Kijk, lekker geregeld. Oh, we gaan naar de kinderboerderij. Oh, wat zijn we toch weer blij. Gijs en Simone zijn een vlot aan het bouwen. Daar zijn ze expert in. Heb jij dat wel eens gedaan, een vlot bouwen? Nou, ik dus nog nooit. Ik ga het ze even vragen, want ik wil er alles over weten. Hey, Gijs, Simone. Hallo. Wauw zeg, jullie kunnen dus heel goed een vlot bouwen, toch? Ja. Zeg, waar hebben jullie dat geleerd? Op scouting. Op scouting? Vertel daar eens wat over, wat is dat? Scouting is... Een hobby, daar kan je naartoe en daar leer je allemaal dingen te doen. Zoals knopen maken. Ja, je leert mensen kennen en je gaat ook wel eens dingen bakken. En daarvoor krijg je dan ook wel soms een insigne. Wat is dat precies, een insigne? Zulke soort dingetjes, dat zijn insignes. En die krijg je ervoor als je iets hebt gedaan. Ja? En dan, dat moet je dan verdienen als het ware? Ja. Oh, wat vet! En waar doen jullie dat dan, hè? Bij de scouting? Bedoel je kamp? Nou, gaan jullie op kamp? Ja. Oh, waar naartoe dan? Elke plek, keer een andere plek in Nederland. En dan is er altijd een thema en dan is er een probleem. En dan moeten wij dan oplossen met allemaal zoektochten en zo. Je krijgt dan ook een totem aan het eind van de kamp voor allemaal dingen die je hebt goed gedaan. Totem? Ja. Mag ik eens zien? Wat vet. Is dit dan één totem? Ja. Ja. Oh, wauw. Dus dit heb jij eigenlijk gewonnen omdat je op kamp bent geweest. Wat vet. Dus bij scouting leer je heel veel, hè? Of niet? Ja. Is er misschien iets dat jullie mij kunnen leren? Ja. Kunnen we een knoop leren? Oké, ja, dat wil ik wel. Wacht, ik pak dan even die stam erbij. Zo. Oké. Ja, dan mogen jullie mij uitleggen wat ik moet doen. De mastworp. Hoe heet deze knoop? De mastworp. Dan moeten we met één uiteinde. Ja. En dan begin je er overheen. Ja. Overheen. Een kruis maken. En dan trek je ze allebei aan. En dan heb je aan deze kant een uiteinde en aan deze kant. Ja, ik zie. En dan is hij goed. Ja, zit hij dan al goed? Ja. Wow. Oh, wacht. Ik kom even naast je zitten, Gijs. Dan ga ik even kijken of ik het met de andere kant kan. Want je hebt maar één kant van het touw nodig, zeg je toch? Ja. En moet hij er dan overheen eerst? Ja. Oké. Dus eerst overheen. Ja. Zo.
En dan maak je er zo over een kruis van. Oké, dus hier overheen. En dan weer een onderdoor. Kruis van maken. Dus dit is nu een kruis geworden. Ja. En dan doe je die er weer onderdoor. Deze er weer onderdoor. En doe je die onder dit touw doorheen. Oké, dus die moet dan weer hier komen. Zo. En dan aantrekken, toch? Ja. Is die zo goed? Ja. Echt waar? Ja. Wauw, wat goed. Nou, ik heb genoten, Fenne. Dat is hartstikke lekker. Ja, ik vond het gezellig dat je was. Ja, ik vond het ook gezellig. Maar help je ook nog wel even met de afwas? Ah, is dat de reden dat je hem uitgenodigd? Moet ik helpen met de afwas? Nee, heel grapje. Dat is het niet. Maar als je het met z'n tweeën doet, dan gaat het wel sneller. Dat is waar. Dus help je mee? Ja, zeker. Tuurlijk. Okay. Geen probleem. Kom, gooi je die etenstress er maar hier in de vuilniszak. Oh, even. Dat gaan we niet doen. Dat hoeft toch. Ik heb die allemaal lekker. Hier, we hebben hier ijsschalen. Dit is hartstikke goed. Weet je wie hier dol op zijn? Er zit hier kalk in, hè? Ja. Nee, ja. Vertel. Hier, dit kalk is geweldig voor vogels. Die vinden het helemaal fantastisch. Okay. En bijvoorbeeld hier, die krentjes hier. Uit de die jij allemaal uit het brood gepikt hebt. Ja, ik vind ze niet zo lekker. Maar en die kun je gewoon in de tuin gooien en dan hebben vogels lekker eten. Oh, en dat brood dan? Kunnen ze dat dan ook eten? Ja, dat brood is wat minder goed, want dat brood, daar gaan ze heel snel vol van zitten. Ja? En dan, dan denken ze dat ze genoeg gegeten hebben, maar eigenlijk zit er in dat brood helemaal niet zoveel vitamine en zo die ze nodig hebben. Net als dat je bijvoorbeeld friet gaat eten. Ja. En dan begin je met een volle buik en denk je, oh, ik heb genoeg gegeten. Maar ja, je hebt geen groente op, geen fruit op. Ja. Dus al die vitamintjes, die mis je dus. Dus dat brood is niet zo goed. Maar die krentjes, ja? Ja, dat zijn gewoon gedroogde druiven. En in druiven zit heel veel vitamine. Precies. Oh, ja, dus niet zomaar weggooien. Oké, dus dit kunnen ze eten. Oh, maar kunnen ze dan ook wat noten eten? Nou, als ze niet gezouten zijn, zijn ze gezouten? Nee. Zit er zout op? Nee, dit hier is het geen zout. Dan is het goed. En als ze gezouten zijn, is het niet gezond voor de vogeltjes. Ja. Maar van die ongezouten pindaatjes, dat vinden ze fantastisch. Oh. Ja. Oké. Is lekker. Nou, wat pindaatjes, ja. Maar even een vraagje, hè? Ja. Moet je in het voorjaar dan ook de vogels voeren? Nou, het is eigenlijk best wel goed om dat nog langer te doen. Want in de winter is het natuurlijk heel weinig eten. Ja. Maar ook in het voorjaar en soms in de zomer als het heel erg droog is, dan is er bijna niks te eten of zitten de dieren heel diep in de grond weggestoken als het echt droog is. Dus dan is het fijn voor die vogels om af en toe een lekker hapje extra te kunnen eten. Bijvoorbeeld een krentje of een stukje pinda. Ja, toch? Ja. Nou ja, weet je, ik ga ervoor zorgen dat mijn moestuin een soort van vogelrestaurant wordt. Wow, ja. Dat is wel goed. Toch? Ja, nou en het leuke is, de Zep-brigade, die is hier dus ook al mee bezig, hè? Echt waar? Ja, dus dat noemen ze een vogelfly in. Ja? Ja, en dan gooien ze er allemaal fruit en groenten en zaadjes en zo neer. En dan hebben ze gewoon die vogels altijd lekker te eten. Wat een goed idee. Ja. Wat nou als ik gewoon een grote gele M in mijn moestuin zetten. Dan weten ze het allemaal te vinden. Dus de M van moestuin, dat toch? Dat is een heel goed idee. Ik vind het echt een goed idee. Maar ik denk dat die vogeltjes, die hebben die M helemaal niet nodig. Als je altijd eten er lekker neer hebt gestoten, dan komen ze vanzelf. Dat weet ik zeker. Oké. Nou ja, let's go. Ja. Laten we dat lekker in de moestuin gaan gooien. Help je even mee? Ja, zeker. Met liefde. Hoppa, kom. Gaan we. Ja, nu hoef jij niet de afwas te doen. Ja, ik waar, zie het, hè. Dan kom je er toch weer goed vanaf, hè. Ja. En dan denk ik dat ik alles wel heb. Oh nee, natuurlijk niet. Mijn tandenborstel en mijn tandpasta. Ik ga lekker even een weekendje weg. En eens even kijken, heb ik nu alles? Ja! Ik heb alles. Oh! Takkie! Oh nee! Ik ben helemaal Takkie vergeten. Oh, wat nu? Ja, wie kan er voor hem zorgen? Oh, ik kan je natuurlijk niet een dagje alleen laten. Hé, hey, Fenne! Hey! Rian! Ga je ergens heen? Nou ja, ik zou eigenlijk even gaan logeren. Maar ja, ik ben helemaal vergeten dat ik Takkie heb. Takkie? Ja, Takkie, mijn wandelende tak. Wandelende tak? Ja, en nu is er niemand die voor hem kan zorgen. Ja, ik kan hem echt niet een nachtje alleen laten. Maar je gaat één nachtje weg? Ja, één nachtje. Eén nachtje. Hé, wat heeft hij nodig? Een vers blaadje of een beetje water misschien? Wat takjes en wat water, ja. Oké, dan kan ik dat wel voor je doen deze ene keer. Oh, Rian, oh, zou je dat willen? Ja, zeker. Oh, absoluut. Nou, daar help je me zo enorm mee. Leuk, ja. Want je zal het wel vaak meemaken met de dieren uit het asiel, of niet? Ja, we maken het best wel mee dat mensen er gewoon niet van tevoren over nadenken. Want ja, als je een diertje hebt in huis dan ga je en je gaat op vakantie, ja, die kan niet altijd mee in het vliegtuig of in de auto mee op vakantie natuurlijk. Nee, en wat gebeurt er dan? Ja, soms worden ze gedumpt op straat, of gewoon losgelaten of aan een boom gebonden. Niet? Ja, aan echt. Een boom? Ja, echt waar, ja. Oh.
Is dat ook met Tony gebeurd? Ja, Tony is ook achtergelaten. Ja, die is op straat gevonden in een doosje. Heel zielig, ja. Waar doen mensen dat gewoon? Sneu, hè? Ja, ja, en dan komen de honden dan dus en alle andere dieren in het dierenasiel terecht. Ja, die komen dan in het dierenasiel terecht, ja. Maar stel nou dat je niet je dier naar een dierenasiel wil, maar er is niemand die op je dier kan passen. Wat moet je dan doen? Dan zou je kunnen kijken naar een pension. En een pension is eigenlijk hetzelfde als dat je zelf op vakantie gaat, gewoon lekker naar een hotel. Ja. Bestaan er dus ook hotels voor dieren. En dan, dat, ja, die kun je dus ook, die moet je dus dan eigenlijk ook boeken. Nou, een dierenhotel. Nou, Rian, ja, super bedankt dat je op Takje wil passen. Ja, graag gedaan. Ik moet er vandoor, want anders ben ik te laat. Dus zal ik anders gewoon even met je meelopen nog? Welke kant ga je op? Ik ga die kant op. Oh, ja, wij moeten ook die kant op. Ga ik met je mee? Kom maar, Tony. Goed zo, kom. Hey ho, hey ho, je krijgt het niet cadeau, hey ho. Hey Buf, hier buurman Ron die heel goed overleven kon. Ja, wauw, buurman Ron, wat ziet hij er stoer uit, zeg. Ja, ja, ik ben nu even niet buurman Ron, maar Ron die heel goed overleven kon in de natuur. Overleven? Survivalen? Survivalen. Nou, ik wist helemaal niet dat dat iets voor u was. Ja, oh, heb ik je dat nooit verteld? Ja, ik heb vroeger bij de scouting gezeten. De scouting? De scouting. Ook al? Dat wist ik helemaal niet. Nee, dat heb ik... Nou, niet nu, hè. Als klein jongetje, ja. Ja, als kleine Ronnetje heb ik bij de scouting gezeten. Oh. Ja, en dat verleer je nooit, hè. Dat verleer je nooit. Net als met veters vastmaken of zwemmen of fietsen. Dat verleer je nooit. Nee, hoor. Ja, leer mij maar. Ik kan alles met een zakmes en een kompas. En ik een ga kompas? Oh, maar dat vind ik echt heel erg gaaf. Weet je, ik heb altijd al willen weten hoe zo'n ding werkt. Want ik weet wel dat hij naar het noorden wijst, maar niet hoe je ermee moet navigeren of zo. Nee. Nee, natuurlijk niet. Dat weet u niet. Maar ik ben daar heel bedreven in. Ja, ik kan dat heel goed. Maar kunt u mij dat niet leren dan? Ja, want het lijkt me zo vet, nou, hè? Dat je de deur uitloopt, ja, zonder ook maar iets. Alleen je kompas bij je, geen wegwijzers nodig, geen borden. Maar dat je gewoon de wijde wereld ingaat. Nou, de wijde wereld, dat is gevaarlijk, hoor, de wijde wereld. Ja, er liggen allerlei gevaren op de wijde wereld. Ja, dan moet je kunnen overleven. Er staat niet ergens een ijskastje die je gewoon even kan openmaken gaan eten. Nee, dat kan allemaal niet. Nee, maar de natuur heeft je ook heel veel te bieden. Je kan bijvoorbeeld van brandnetels soep maken. Of een lekkere salade van paardenbloem. Niet doen! Niet doen, dat is heel vies! Nee. Je moet als je op pad gaat, moet je echt van alles meenemen. Bijvoorbeeld proviant. Neem, nou, mij. Banaan bijvoorbeeld. Neem een banaan. Heb je toevallig banaan voor mij? Of ik... Ja, nee hoor, survival Ron. Ik heb wel een banaantje voor je, want ja. Stuur buurman Ron niet het bos in zonder een banaantje. Nee, nou misschien twee. Voor één nu. Twee? Ja, voor nu, voor een laagje en voor onderweg. Zo belangrijk om bananen mee te nemen. Oh. Kijk eens, alsjeblieft. Ja, heel goed. En heel goed. Veel plezier, hè? En succes met het survivalen. Ja, dank u wel. Ja, survival is mijn ding, hoor. Nou, ga het bos in. Oh, ja. Buurman Ron, het bos is die kant op. Ah, ja, natuurlijk, wist ik ook wel. En doe voorzichtig met de wolven, hè? Hey! Zie je een zeppelin zweven? Zwaai dan even.